Toen zijn we naar het UMC in Utrecht gegaan. En ja, het probleem bleef het probleem. Daar konden zij niks aan veranderen natuurlijk. Maar zij zagen wel mogelijkheden in ieder geval. En toen zijn we het traject aangegaan. Maar je hebt met name, die liep echt voorop. Kinderen die hebben we bewust niet laten merken van hoe groot de impact was. Maar die waren in die tijd 4 en 6. Ja, hoe kan een kind van 4... Die kun je helemaal niet verbinden aan ziekte of dood of wat dan ook. En het woord kanker is voor een kind, al is hij maar 4, heeft al gelijk heel veel impact. Dat hebben kinderen natuurlijk echt wel door. Dus dat woord werd ook zoveel mogelijk meegedeerd in huis. Ja. Ze kreeg chemobehandelingen. Ja, en wonder boven wonder slonken die tumoren in de lever dusdanig dat een operatie mogelijk werd. En in 2010 hebben ze een behoorlijk deel van haar lever weggenomen. Waarbij ze weer kans op overleving kreeg. En dat, ja, dat is natuurlijk een enorme boost dan weer in je vertrouwen, in je energie om die strijd verder door te zetten. Ja. Er waren voorbeelden van soortgelijke patiënten die ze 4, 5 jaar daarvoor behandeld hadden, die nog leefden. Dus het kader werd ineens 4, 5 jaar. Van bijna niks naar 4, 5 jaar. Ja, 4, 5 jaar is al niet veel, maar als je van niks komt, is het heel veel natuurlijk. Ja. In juni 2012 heeft ze naar boven gefietst. Ja. Als je weet wat ze allemaal heeft moeten doorstaan en dan toch die kracht hebben, dan is het bijzonder. Ja. Het CWF Cycling Team zet zich elk jaar in om geld in te zamelen voor onderzoeken naar en de bestrijding van kanker. In 2018 richt het team zich volledig op het Alpe d'Huez evenement. Leen Boltjes en zijn kinderen Ralf en Danique worden door het CWF Cycling Team ondersteund om de Alpe d'Huez op de fiets te bedwingen. Ook een groot deel van de route naar de Alp zal door een aantal leden van het team op de fiets worden afgelegd. Het jaar begint voor het CWF Cycling Team traditiegetrouw met een snertocht. Een toertocht op de fiets, waarna in Ophemert van een bak snert wordt genoten. Om zoveel mogelijk geld in te zamelen, worden er door het jaar heen verschillende acties georganiseerd door het team. De oliebollenactie op 17 februari is er daar één van. Belangstellende is er op 1 maart een informatieavond in Huis Ophemert. Met een aantal lezingen wordt uitgelegd waar het CWF dit jaar mee bezig is en wat het KWF met het bijeengebrachte geld doet. De muzikale omlijsting wordt door onder andere Maarten Peters verzorgd. Ik denk echt dat de oplossing voor het probleem kanker uit mensen komt en niet uit regeringen. Ik ben ook een realist. Ik denk dat wij dat misschien niet mee gaan maken, maar misschien de kinderen van onze kinderen wel. En daar leggen wij het zaadje voor. De berg wacht, hij strekt zijn armen uit. Vriend of vijand, wat zal het zijn? Nu 2018, 5 jaar nadat we Meert hebben moeten loslaten, gaan we weer naar de Alp. En het meest bijzondere is nu dat mijn kinderen meegaan en dat het team, CWF Cycling Team,
ja, ons als gezin daarbij helpen. Want er is gewoon geld nodig. En dat is eigenlijk het hoofddoel natuurlijk van alles wat we doen. Fietsen is hartstikke mooi, maar als er geen geld is, dan heeft Alpe d'Huez ook weinig nut. Maar je weet, pijn duurt maar even. Als je opgeeft, is het voor altijd. Kom op, kies voor het leven. Kom op, kies voor de strijd. Wat zeg je tegen iemand die naar je toe komt en die zegt: ze hebben verdachte plekjes gevonden op mijn arm? Naar de top, kom, geef niet op. Alpe d'Huez is dus niet eigenlijk alleen maar fietsen, maar dat is de onmacht van de ziekte kanker omzetten in kracht. En die mensen gaan die kracht gebruiken om zo vaak mogelijk die berg op te komen. En vervolgens, als ze daar dan zijn, dan doen ze er altijd nog eentje extra. Dat weet ik ook, omdat ze zo bevlogen zijn. En wat ze doen, is aan iedereen donateurs, sponsoren zoeken om met elkaar zoveel mogelijk geld op te halen, zodat we kunnen zeggen in de toekomst tegen de kinderen van onze kinderen, die gaan dan zeggen van: vroeger ging je dood aan kanker. Maar nu ga je ermee dood. Deze reis maak jij niet alleen. In elke bocht zullen wij staan. Je kan met deze techniek kan je tijdens de bestraling beelden maken. Dus je kan ook terwijl je aan het bestralen bent de tumoren en de structuren in beeld brengen. En dat kan met de huidige techniek ook nog niet. Nou, dit is een plaatje uit 2007. Toen hadden we het proof of concept, toen hadden we het bewijs dat het kon. We hebben die machine, echt een houtje touwtje opstelling. Met een magneet, met een versneller, in plaats van een ring staat die op een houten bok. En met een stukje carbonade, dat is rechts onder te zien, hebben we laten zien dat we kunnen bestralen. En nog steeds MRI-beelden maken. Hoop tegen niet weten meer. Zouden willen dat ze zo'n event zouden kunnen organiseren, waar dat geld wordt opgehaald. Want wat wielerploegen niet kunnen, is zeg maar dat sociale engagement wat hier vanavond in de zaal zit, om dat voor elkaar te krijgen. Dat krijgen ze niet voor elkaar. En dat sociale aspect van wielrennen, ik denk dat dat het nieuwe businessmodel moet zijn. Dat je samen aan iets werkt, aan iets verandert, aan de wereld wat beter is. Op 25 maart is er dan in het Toevershof in Varik een muziekmiddag. Vincent van Lent en een aantal van zijn vrienden nemen bezoekers mee tijdens een muzikale beklimming van de mythische Alpe d'Huez. Dat je niet genoeg kunt houden van jezelf. Hou van jou, je maakt de ander overbodig.
Ware liefde, geloof me, begint altijd bij jezelf. Want ik hou van jou, is niet de sleutel tot de ander. Maar ik hou van mij, al klinkt het bot en slecht. Want wie van zichzelf houdt, die geeft pas echt iets kostbaars. Al zie ik hou van jou tegen een ander zeg. Een nacht is zo mooi, ja een nacht om naar de hemel te gaan. Die nacht vloog de aarde uit haar baan. Ja, een nacht is zo mooi, ja een nacht. Juni. De dag is aangebroken van de eerste etappe van Ophemert naar Luik. Ik ben William Willekes, ik kom uit Ophemert. Dit jaar is het anders dan andere jaren. We gaan zelf niet de Alpe d'Huez beklimmen, zeg maar. Dus we gaan met een groep jongens proberen we Leen Boltjes en zijn kinderen te ondersteunen om geld op te halen. Natuurlijk belangrijk. En daardoor de sportieve prestatie willen we met een aantal mensen naar de Alp, vanuit Ophemert naar de Alp toe gaan fietsen, zeg maar. En dat is ook een behoorlijke uitdaging. Dat is ruim 1000 kilometer en dat willen we in 4 dagen gaan doen. In een soort, dat zal wel gaan gebeuren in een estafette vorm.
In 6 uur en 10 minuten worden vandaag ruim 178 kilometer afgelegd. Met een gemiddelde snelheid van 28,9 kilometer per uur.